De lokale verbondenheid hier in het gebied is denk ik zo groot, omdat wij als RTV-NOF zijnde verhalen maken die voor mensen interessant zijn, die hier wonen, werken, studeren, leven. Dat maakt denk ik dat mensen geïnteresseerd zijn in de lokale omroep en waardoor wij ook interessant blijven voor onze doelgroep en de mensen die graag naar ons kijken. Mensen komen binnen, hebben hun onderwerpen bij de hand. We hebben een agendavoering. Er komen mensen van buiten die zeggen, heb je daar wel aan gedacht? Ben je daarmee bezig? Elke dag beginnen we met een grote hoop met verhalen over Enschede. En dan bepraten we met elkaar van wat zijn nou de verhalen die er vandaag toe doen. De Zwegenwet gaat over de vuurwerkramp. Als er iets is wat de laatste 20 jaar in Enschede heeft geleefd, is het de vuurwerkramp. Er is nooit echt een antwoord op gekomen van hoe is het nou zo gekomen. Als je in de stad leeft en er werkt, ja, dan weet je zo langzamerhand wat de thema's zijn. We werken al jarenlang naar volle tevredenheid samen met Omroep PNM. Omroep PNM brengt natuurlijk nieuws, deelt kennis en informatie aan inwoners van de gemeente Bezel en de gemeente Peelemaas. Als Omroep PNM vinden we het belangrijk om midden in die samenleving te staan en de samenwerking op te zoeken met allerlei partijen. Dat doen we dus niet alleen met de bibliotheek, maar ook met het lokale museum, de welzijnsorganisatie en lokale verenigingen. Ja, de jongeren die betrokken zijn, die komen uit het netwerk van Omroep PNM, de bibliotheek, maar ook uit het netwerk van de jongeren zelf. Elke maand hebben we een ander thema wat centraal staat in de podcast. Daarbij zoeken we ook een jongere die mee kan praten over het thema en er affiniteit mee heeft. En ook een professional die vanuit hun expertise daarover mee kunnen praten. Zowel de omroep als de bibliotheek staan voor dezelfde uitdagingen, zeker als het gaat om het bereiken van jongeren. Nou, daar hebben we ons samen in gevonden en gekeken op welke manier we dat het beste zouden kunnen doen. En de podcast is daar één vorm van en die we hebben uitgekozen. Ja, de podcast is er voor de lokale jongeren. En we staan hier natuurlijk in de bibliotheek. De bibliotheek wil meer verbinding en connectie met die lokale jongeren. Het is ook heel belangrijk dat de jongeren hun stem laten horen. En dat kan door middel van de podcast. Want de jongeren hebben immers de toekomst.